De deelnemers aan de themabijeenkomst Subsidies en Crowdfunding werden namens het cultuurplatform Hollands Kroon welkom geheten door Tine van Wel in de hal van de cultuurschuur in Wieringerwerf. Wethouder voor Economie en Brede Welvaart, Robert Lever, opende de bijeenkomst. Verschillende subsidieverstrekkers deden hun verhaal en de Rock'n'Roll Fabriek zorgde tussentijds voor een muzikaal optreden. Waar moet je nou op letten bij een subsidieaanvraag? Een goed gedegen projectplan en begroting te maken en vervolgens met enthousiasme de fondsen aan te schrijven en contact te hebben en te kijken of je plan ook in aanmerking komt voor financiering. De valkuilen zijn niet op tijd beginnen, dus een deadline niet halen of een plan indienen wat niet helemaal aan de criteria voldoet en bij wijze van spreken meteen van de tafel wordt gegooid. De valkuil is ook om te denken van ik laat alles bij één fonds of bij één financier in plaats van het wat te spreiden en ook een beetje je ondernemerschap te laten zien. Wees realistisch in je begroting, maar ook in je plan. Ook dat de tip ook voor de mensen in Hollands Kroon is om vooral ook elkaar op te zoeken daarin, kom je al een heel eind. Ik heb hier toch wel een aantal nuttige tips gehoord. Het is ook goed om diverse mensen te zien, te spreken. Welke tips heb je opgedaan? Nou, in elk geval over de belangrijke elementen uit een subsidieaanvraag of een financieringsaanvraag. Waar de informatie te vinden. Het noemen van dat dikke boekwerk en de website en het idee dat boekwerk ook in de bibliotheek ligt. Ja, dat is wel een hele goeie. Hoe motiveer je nu dat je de subsidie wilt hebben? En dat is iets wat ons ook vaak tegenhoudt om ergens anders voor andere activiteiten geld te gaan vragen. Wat heb je tot nu toe opgestoken van het eerste verhaal? Ik had heel veel herkenning in het eerste verhaal. Eigenlijk het traject wat voorgespiegeld wordt hier, hebben we eigenlijk allemaal al een beetje doorlopen. Dat zeg ik, we hebben al heel wat subsidies toegekend gekregen. Wat heel belangrijk is, en dat ik net ook al een keer aangegeven, is een goed onderbouwd plan. Waarom je een subsidie nodig hebt en wat je ermee wil. Kun je eens in een paar woorden zeggen, wat is crowdfunding eigenlijk? Ja, crowdfunding is het ophalen van geld door middel van hulp van het publiek. Iedere creatieve maker kan bij ons een project indienen, een idee indienen. En aan de hand daarvan gaan we samen kijken van hoe kun je project nou zo goed mogelijk onder de aandacht brengen bij het publiek. Dan start je een crowdfunding pagina bij ons op het platform en daar maak je een video voor. Je voelt teksten in over je project en je laat zien welke tegenprestaties je aanbiedt. Dus wat mensen ook terugkrijgen voor hun donatie. Gemiddeld wordt er €7.000 per project gecrowdfund bij Voor de Kunst. En je moet minimaal 80% van dat doelbedrag moet je ook echt ophalen. Maar stel het lukt je niet, dan krijgen alle donateurs ook hun donatie weer terug. Wat zijn nou de valkuilen bij zo'n crowdfunding? Ja. Ja, een valkuil kan bijvoorbeeld zijn dat je projectpagina helemaal af is en dat je dan dus rustig achterover gaat leunen en gaat wachten tot het geld binnenkomt. Het is echt heel belangrijk om promotie te maken voor je project en dus te bedenken wie het net als jij interessant of belangrijk vinden dat het project er komt. Gemiddeld wordt er zo'n €50 tot €70 gedoneerd per keer. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om het heel persoonlijk te maken. Dus echt om te vertellen wat de reden is dat jij dit wil maken en dat je dit ook nu wil maken. Kelly, vertel eens, jij hebt al eens een crowdfunding gedaan? Ja, dat is nu een aantal jaar geleden. Voor een stichting of een project wat ik toen had voor mensen met een lichamelijke beperking. Om daar de beeldvorming van te verbeteren. Het bedrag ging €8.000. En was voor een grote fashion show die ik organiseerde, waarbij ik meer diversiteit op het podium wilde laten zien. Ja. En om die show te kunnen organiseren en ook de fotoshoots die daarbij horen, had ik een startbedrag nodig. En dat heb ik via crowdfunding kunnen ophalen. Dus eigenlijk heel herkenbaar vanmiddag het verhaal wat gehouden werd over crowdfunding. Ja, zeker herkenbaar, maar ik miste wel. Het klinkt mooier dan het is. Dat wil ik mezelf wel waarschuwen. Het is echt een mooi platform en je kan er zeker ver mee komen. Maar vergis je er niet in hoeveel tijd erin gaat zitten. Wat zijn je ervaringen?
Vooral dat het heel veel goede opkomst was, vond ik het fantastisch om te zien. Volgens mij hebben ook heel veel mensen heel veel geleerd vandaag. Het was druk op de beursvloer, dus de mensen hebben goed genetwerkt en goed zichzelf laten zien bij de verschillende fondsen en partijen die er waren.